Hey hallo, welkom terug bij Motorvlog NL. Ik wil een kleine correctie maken. In de vorige video hebben we de voorkant van de motor verwijderd, waarbij we ook de stuurstam en het ballooflager hebben verwijderd. In die video maakte ik een opmerking over het ballooflager, de vorm en de pasvorm daarvan. Daar wil ik even wat op corrigeren. Dit is de stuurstam die we in de vorige video eruit hebben gehaald. Zoals je ziet is dit het ballooflager aan de bovenzijde en dit is het ballooflager aan de onderzijde. Ik maakte een opmerking over de vorm van dit ballooflager, dat die taps toeliep, dat die daarom misschien losser zou zitten aan de bovenzijde. Dat is niet zo. Dat hoort zo. Deze die zit eigenlijk bovenin het frame zit die ingedrukt en die wordt vastgehouden door alles wat hier bovenop zit. Deze aan de onderkant die zit op deze stang gedrukt en die zit echt vast. Die moet je echt met speciaal gereedschap moet je die loshalen. Dus dat is het eerste. Daarnaast had ik ook wat gezegd over de vorm van deze. Dit is een taps toelopende en ik dacht dus dat die daardoor losser zou zitten en dat die vervangen zou worden voor een Tourmax versie die waarschijnlijk wel vaster zou zitten. Inmiddels weet ik beter. Dit is een Tourmax balhoofdlager. Althans, in ieder geval een soort gelijk. Ik denk dat ballen van Tourmax is. Want hetgene die ik in het doosje had zitten, deze, heb ik inmiddels gemonteerd op de andere motorfiets die ik heb. En dat is exact dezelfde als deze. Dus het origineel is recht en is een kogellager. En de geüpgrade versie, in dit geval van Tourmax, is een rollager. En dat zie je ook, dat het geen kogeltjes, maar rolletjes zijn. Dus dat wilde ik even corrigeren. Nu gaan we door naar deze video. In deze video gaan we verder met het demonteren van de Honda ST1100 Pan-European. En we gaan ons verplaatsen naar de achterzijde van de motor. Vandaag staat op het programma het verwijderen van het achterwiel, de achterremklauw, de achterschokbreker en het kardanhuis. Dus ik zou zeggen, hou op met praten en aan het werk. Het eerste volgende klusje wat we nu gaan doen is het losmaken van de achterremklauw, deze jongen. Die zit vast op een aantal punten, hier, hier en aan de achteras van het achterwiel. Voordat we die los gaan maken gaan we eerst de leidingen losmaken. Deze laat ik hier zitten, dat is de banjo aansluiting. Maar we gaan alle bevestigingen, deze, 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 die, die gaan we losmaken. Dan kunnen we de hele leiding als één geheel met de remklauw mee losmaken. Zodra we dat hebben gedaan, dan gaan we het achterwiel beginnen en dan trekken we de hele remklauw met de complete ophanging in één keer eruit. We beginnen van achter van voor naar achter eigenlijk. Dus deze gaan we eerst losmaken. En zo werken we naar de remklauw toe. Nu we de remleiding los hebben gemaakt, gaan we deze twee bouten losmaken. Overigens, als je deze bouten los wil maken op het moment dat de uitlaat er nog op zit, kan je vergeten. Het is mogelijk, maar tip is, haal je uitlaatdemper eraf. En ik betwijfel nu trouwens of deze eraf moet. Nee, deze laat ik nog heel even zitten. Want die is niet nodig. Dus die doe ik even terug. Nee, ik wil namelijk het hele geheel eraf halen. Dus deze laat ik nog even zitten. Het gaat alleen om deze. Thank you.
Dit is een hele lange. En op een gegeven moment moet je hem er gewoon uit kunnen pakken. Dat wil hij op dit moment nog even niet. Maar hij is in principe ver genoeg los nu om zo meteen eruit te halen. We gaan nu beginnen om de as van het achterwiel, om die los te maken. Om de achteras los te maken gaan we naar de andere kant van de motor. Dus we zijn nu aan de rechterzijde. En dan moeten we deze grote bout moeten we losdraaien. Daar heb je een dop 27 voor nodig. Dus ik heb heel weinig ruimte, want ik heb mijn motor niet handig neergezet. Dus daar moet je even doorheen kijken. En dat is een mooi 24. Voordat we de achteras kunnen verwijderen, zit er aan de linkerzijde nog een klembout. Net als bij de voorpoten, dat waren het er 4. Hier zit er 1. Dat is deze 12 mm. Die moeten we eerst losmaken, want anders gaan we die as er nooit uit krijgen. En ook hiervoor geldt, hij hoeft er niet helemaal uit, als die maar los is. Nu kunnen we weer naar de andere kant. En kunnen we voorzichtig de achteras uit het wiel gaan tikken. Net als aan de andere kant gaan we voorzichtig de as er doorheen tikken. De as is al een deel los. En ik heb nu ook wat meer speling gekregen. Dus met een beetje kracht kan ik nu ook deze bout kan ik verwijderen. En dat maakt het zo weer makkelijk, want zodra de as helemaal loskomt, dan zakt het wiel naar beneden en komt die los van het kardan. En dan kunnen we de remklauw er ook meteen van afhalen, want die zit hierachter aan de as vast. Omdat ik mezelf het redelijk moeilijk heb gemaakt qua ruimte, heb ik even de hulp ingeroepen van mijn zoon. Dus die gaat me even helpen. We gaan de as verwijderen. Dan valt het wiel als het goed is naar beneden toe, kunnen we de remklauw er tussenuit trekken en het wiel verwijderen. Dat is in theorie. Nee. Nou, het heeft even wat gekost, maar hij is los, door deze iets naar beneden te drukken en hem eruit te krijgen als het ware, had ik wat meer speling waardoor ik de remklauw van de remschijf af kreeg. Dus die is los, die leg ik heel even opzij. En nou hebben we ook ruimte genoeg om het wiel eruit te halen, want die is nu ook van het kardan van deze kant. Dus even de andere kant laten zien. Deze ring van het wiel zit in het kardan. Die is er nu ook uit. Dus nu kunnen we het wiel achterwaarts eruit halen. En dan is het wiel verwijderd. En nu komt het aan de ruimte. Die ik niet heb. Ik doe het even in de kast. Dus weer een klus geklaard. De laatste klussen die we moeten gaan doen voordat we aan het motorblok kunnen gaan beginnen om die te verwijderen. Dat is het verwijderen van de achterveer, de kardan en de swingarm. En zodra die drie delen zijn verwijderd, dan kunnen we gaan beginnen aan het motorblok. De achterveer van de Honda ST1100, dat is een enkele achterveer,
Die zit vast met een dop 14 en die ronde met een dop 12. Ik begin met de onderste los te maken. Hier is alvast een beetje los. Dan gaan we naar de bovenste. Zodra je de bovenste bout, eruit trekt, valt deze naar beneden en ook de swinger meteen naar beneden. De bovenste kant is los, dan moet de onderste er nog uit. Met een beetje hulp van Riptang is ook deze bout eruit. En je ziet, dat is een speciaal soort bout. Dus dat is best wel een dingetje om die eruit te krijgen. Maar de schokbreker is eruit. Op naar het kadam. Voordat we het kardanhuis gaan verwijderen, moeten we hem eerst leeg laten lopen. Dat doen we door deze en deze dop, moer, los te draaien. Dat is allebei 17. Dit is de vuldop en dit is de aftapdop. Deze maken we eerst los dan die. En je ziet, er loopt ook meteen al olie uit. Even opzij. En dan gaan we ook deze losmaken. En dan loopt alle kardanolie uit het kardan. Het volgende klusje is om deze vier bouten los te maken. Daar zit heel veel troep onder. Dus ik spuit het een beetje in met WD-40. Laat je het even intrekken. En dan met een borsteltje. Een beetje schoonmaken. Zodat het zometeen wat makkelijker wordt. Om daar een dop op te zetten, om ze los te draaien. En zo zijn de boutjes weer zichtbaar. En kunnen we die gaan verwijderen. De olie is enigszins uitgelekt. En we hebben net de vier bouten ingespoten en schoongemaakt. Dus we gaan ze nu losdraaien. Deze zitten ontzettend vast. Dus ik heb er net al een ratel op gesloopt. Dus ik heb nu een trekstang gepakt. En die is niet zo heel erg lang. Dus ik heb er ook nog een verlengpijp bij gepakt. Om wat meer power erop te kunnen zetten. En dan moet ik alleen even jullie gaan verplaatsen. En dan gaan we de bouten proberen los te krijgen.
Deze gaat nu al redelijk makkelijk, want daar heb ik het net mee getest. De vraag is of dat bij allemaal lukt. Ja, deze lukt ook. Alle vier de bouten zijn los en eraf. Bij het losmaken heb ik even een plankje onder het kardanhuis gezet, want dat ding dat zakt natuurlijk meteen los en je moet hem even ondersteunen. Dus we gaan nu het kardanhuis eruit trekken. En dan zien we wat het volgende klusje wordt. En dat is het kardanhuis. Zo, dat was het weer van vandaag. We hebben een begin gemaakt aan het verwijderen van het achterste gedeelte van de motor. Dat wil zeggen, we hebben het achterwiel verwijderd, de achterremklauw, de achterschokbreker en het kardanhuis. Het enige wat er nu nog verwijderd moet worden, en dat is eigenlijk het laatste klusje wat we moeten doen, is het verwijderen van de achterbrug, de swingarm. Daar heb je een tool voor nodig. En die tool, die heb ik op dit moment nog niet. Dus die staat in bestelling. Zodra die hier is, dan gaan we daarmee verder. En dan zijn we eigenlijk klaar om het motorblok los te koppelen van het frame. En dan wordt het leuk, want dan kunnen we alle losse onderdelen die we er inmiddels hebben afgehaald, kunnen we gaan opknappen, schoonmaken, noem het allemaal maar op. In welke volgorde ik dat moet gaan doen, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog mee bezig om dat uit te vissen, want ik moet heel veel onderdelen gaan bestellen. Ik moet de tijd ervoor hebben om het te doen en de ruimte ervoor hebben. Maar ja, dat is eigenlijk de laatste video die ik nog moet maken. En dat is het verwijderen van de achterbrug en het motorblok. Voor nu bedankt voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd hebben, zou ik dat heel tof vinden als je dat zou willen doen. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, want dan krijg je namelijk een melding van YouTube dat ik weer een nieuwe video heb geüpload. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug. En ja, laat weten wat je van de video's vindt beneden in de comments. Hey, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OP boy. Day we hustle, but the night we. OP boy. Know that they ride or die. I'm a OP boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side.